Hey kijkers van Puzzle Games, leuk dat jullie terug zijn bij deze nieuwe video. Vandaag doe ik weer Hypixel en we gaan vandaag eens een potje Boosleaf doen. We beginnen in de map B, misschien joinen we straks ook nog wel een andere map. We gaan sowieso meer dan één potje spelen. Ik heb gezien, is alweer een hele tijd geleden. Ik heb net één potje voor de opname even gedaan om in te komen. Daar ging niet al te lekker, moet ik eerlijk zijn. Ik had in één keer lek en toen, ja, dan val je soms in één keer een gat. Ja, daar kan ik zelf ook niet veel aan doen. Maar ik hoop dat we nou wel redelijk goed gaan spelen. Ik ga voor top 10. Oeh, dat scheelde me weinig. Ik ga voorlopig nog maar niet schieten, daar ben ik echt hartstikke slecht in. En ik heb zoiets, ik kan me maar beter op het spel concentreren. Want ga je schieten, dan ben je vaak minder goed in het spel, heb ik door. Wachten met stilstaan ga ik ook nog maar even niet doen. Doe ik meestal als ik bij de laatste 10 ongeveer zit. Wat ik wel overigens bijna bereikt heb. Dus dat is sowieso mooi. We zijn dan bijna in de top 10. Ik heb niet echt een onderwerp voor vandaag bedacht om over te praten. Het is in ieder geval tijdens deze opname redelijk droog. Een paar dagen geleden voor de opname was het echt continu regen, regen en nog eens regen. Dat is nu gelukkig wel een beetje anders geworden. Ik zie dat we bij de laatste 8 zijn. Ik heb er zin in. Daar kon ik nog maar net ontsnappen. We kunnen wel over wat andere YouTube-achtige dingetjes gaan praten. We gaan het eens hebben over DDG. Oftewel DD, dus David, of dus David Craft. Wat overigens nieuw is. Dat vind ik misschien op dit moment nog leuker als video's op DDG. Ik hoop zeker dat hij er nu wel mee doorgaat, niet zoals Koppelclub was, geëindigd. En we gaan nou maar eens beginnen. Maar bijvoorbeeld Mindtopia is echt een serie, dat lijkt mij super gaaf. Ik zag dat tijdens deze opname, vlak voor de opname, net deel 3 online is. Die ga ik na deze opnames toch zeker wel even bekijken. Laatste 5. Zouden we dan winnen? Ik denk het niet, maar je weet nooit. Ik sprong en ik viel zo het gat in. Jullie zo terug bij het volgende potje. En we hoeven nog maar een paar mensen erbij te hebben. Dan zitten we alweer vol. We gaan over ongeveer 20 seconden gaan we starten. Dus ik dacht, ik ga weer lekker verder op het volgende onderwerp. Over DDG en alle andere kanalen van David. Op zich is hij de laatste tijd super goed bezig. Vind ik. Leuke video's. In ieder geval de Minecraft video's vind ik dat hij op zich leuk doet. Ik heb op zich nooit echt een hekel aan DDG gehad. Wel af en toe een beetje de beloftes. Dat wordt af en toe wel een beetje te. Iedere keer dingen beloven. Kingdom komt. Volgens mij is de datum tot die Kingdom seizoen 3 zou starten echt al een half jaar bijna om. Volgens mij was het ergens in april of zo tot die zou starten. Maar toen was er verhuizing, dan is dit. Ik geloof het allemaal niet echt heel erg meer. In ieder geval de video's die hij maakt. Die maakt hij goed, vind ik, en leuk. En daar gaat het toch wel om. Mindtopia zou ik redelijk als vervanger voor Kingdom kunnen zien. Ik heb nog niet echt de nieuwe serie gezien. Dus echt de afleveringen. Misschien zijn ze nu inmiddels begonnen. Volgens mij is de server inmiddels wel al op speelstand. En niet meer op bouw. Maar ik ben wel benieuwd. Wat ik net al zei, deel 3 staat nu online. Inmiddels zal misschien al wel richting de deel 8 online zijn. Als dit geüpload wordt. Dus het... shit. Ik zie jullie zo terug met het volgende potje. En dit is dan wel echt het laatste potje. We hebben nou 2 potjes gedaan. Volgens mij zijn we 1 keer 50 geworden en 1 keer 12e. Ik ben benieuwd nou. Dit is mijn minst favoriete map. Nog in 1 keer volgens mij gewonnen. Dit is Boosleaf C. Maar we gaan nog even door op het volgende onderwerp over DDG. Daar gaan we het vandaag gewoon lekker over hebben. De volgende keer misschien een keer over Enzo Knol. Of iets anders. Ik heb echt zin in de nieuwe serie Mindtopia. Lijkt mij echt super vet. Hoe het er nu uitziet, nou, dat is echt. Dat lijkt me wel wat. Ik hoef niet per se mee te doen, dat lijkt me eigenlijk niks. Waarom niet? Omdat je best veel online moet zijn. Dat lijkt mij gewoon minder. Ik heb zoiets, ik wil spelen wanneer ik speel en anders speel ik niet. Maar ik ga nu zoveel mogelijk op het spel concentreren, omdat ik hier echt super slecht in ben in deze wereld. Kijk, dan val ik gelijk. Daar heb ik toch verdomd maar al. Ik zit wel op de onderste, maar schoot ik er nou in naar beneden. Bijna top 10 behaald, gelukkig. Oeh, dan sprong ik er bijna zelf af. Ik ben als enigste hieronder, dat is wel grappig. Top 10 bereikt, dat is mooi.
Laatste 8. Nou, ik doe het aardig goed volgens mij. Hier over de Mijntopia had ik het over. Ik ben benieuwd wanneer het echt gaat beginnen. Shit. In ieder geval ben ik weer 50 geworden. Ik hoop dat je het leuk vond. Misschien komt er nog een winnaar uit. Er zijn volgens mij wel een paar teams bij. Maakt allemaal niet uit. Ik hoop jullie dat jullie het een leuke video vonden. Als het zo is, doe even dat blauwe duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Reactie achterlaten vind ik ook altijd heel erg leuk. Om het na te lezen en erop te reageren. Tot de volgende keer. Doei!